Een hoop met zo'n belachelijk hoedje nog, zeker? Ben eens benieuwd. Het zal wat zijn. Amai. Oh. Et voilà! Oh. Ja, wel. Wat vind je? Ja. Ah. Oh. Ik vind dat je schoolkoppeltje bent. Zeg, Carmen, begint niet, hè. Nee, maar, jij blijft met je vuilpollen van mijn kleren. En wat staat er op programma, Pascal? Ja. Oh, Maurice heeft mij geïnviteerd voor een diner dansant. Oh. Oh. Als je benen maar niet breekt. Ja. En dat Maurice zijn moeder weer niks mankeert. Ja, Carmen, deze keer niet. Oh. Ze is al verschillende dagen zo gezond als een visje. Oh. Ja, het zijn altijd dezelfde die chance hebben. Hè. En wij kunnen op ons kind kloppen. Hé, Doortje? Correctie, jij kunt op uw kind kloppen. Ah ja? En uw schoolmeesterke dan? Oh, precies of die maakt tijd voor u. Ah ja, morgen wel. Oh. Wij gaan samen naar een optreden van de American Gospel Singers. Oh, de American Gospel Singers. Oh, dat klop ik nog liever op mijn kind. Oh. Eerst. Nu bij Fred Astaire. Goedenavond iedereen. Pascal. Maurice? Het is mijn moeder. Lach, wat heb ik u gezegd? Ze is toch niet hervallen? Nee. Ah, wat is het dan? Wel, nu ze zich zo goed voelt, wil ze absoluut haar zieke zus gaan bezoeken in Brugge. En ik moet haar brengen. Oei, ik kan toch meegaan? We zetten uw moeder af bij haar zuster. En dan gaan wij varen op de rijen. Hè? Dat is lekker romantisch. Wel, wat denk je? Sorry Pascal, maar mijn moeder staat erop dat ik bij haar blijf. En ik heb mijn tante ook een hele tijd niet meer gezien. Je begrijpt dat toch? Oeh, ja, natuurlijk. Het is heel normaal dat uw moeder op de eerste plaats komt. Ik ben toch maar de vrouw van uw leven. Ik versta dat ontgoocheld zijn, maar morgen gaan we dineren in het Laurierblad. Zonder fout. Ik moet gaan, mijn moeder wordt ongeduldig. Allee, dag allemaal. Dag jij. Pascalke. Romantische avond. Je moet al langs de positieve kant bekijken, hè, madame Pascal. Nu kun je tenminste je benen niet breken, hè. Zeg, Fernand, ik ben gekild. Ze kan hem mee lopen met z'n Maar nee, mannen, serieus. Zeg, hey, wat een geklungel. Waarom trainen wij feitelijk nog? Om daarna de toogpinten te kunnen pakken. Jij zou beter een keer beginnen met ballen te pakken. Ah ja, maar mijn handschoenen zijn versleten. Nou, nu gaan we het krijgen. Dat is echt waar hier. Al die ribbeltjes zijn volledig afgesleten. Iedere bal die ik pak schiet los tussen mijn handen de goal in. Ja, uw tong is precies nog niet afgesleten, hè? En we hebben ook dringend nieuwe voetbalschoenen nodig. Hé, Mark? Hé? Voilà. Mark zegt het ook. Ja, het wordt tijd dat de voorzitter is terug in zijn zakken tast. Zeg, maar waar zit hij trouwens? Weet ik het. Ja, ik heb hem ook al in dagen niet meer gezien. Dat kan toch nu, een mannen. De voorzitter moet er toch zijn voor zijn club? Groot gelijk. Ik zal er direct eens mee gaan spreken. Ja. Ah, je vraagt dan ineens nieuwe handschoenen. Ja, dat zal ik doen. Xavier, huh? Jij moet mij helpen. Ja, zeg maar, je kunt toch wel zelf uw hemd dichtknopen. Nee, ik heb een veel groter probleem. Ah. Ik ben mijn trouwring kwijt. Hoe kwijt? Ja, kwijt. Hij zit niet meer rond mijn vinger. Ah. Die zal toch niet weggespoeld zijn in de douche? Maar bij lange niet. Hoogstwaarschijnlijk zijt je trouwring verloren tijdens het shotten, hè? Oei. Ja, dan moeten we daar gaan zoeken, hè? Ja, maar nu niet, hè, Mark. Het is al te donker. Oh. Morgen. Oké? Okay? Ja, oké. Okay. Maar Bieke mag absoluut niet weten dat ik hem kwijt ben. Bieke zal daar toch niet kwaad voor zijn, hè? Ah, nee, zeker. Dan kende jij haar nog niet. En wat zou ze doen? Je week zonder chocomelk zetten. Hey. Stoor ik? Ah, van Paul, ik kwam er uit rampgebied bezoeken. Dat is een meedrinken bij mij, hè? Mijn verdriet verdrinken. Oh,
We zijn te laat. De fles is leeg. Voorzitter, ik wou u eigenlijk eens spreken over de ploeg. De ploeg? Ik weet het niet meer over de ploeg. Wat scheelt er? Wat er scheelt? Maurice, dat scheelt er. We moeten het weten, voilà. Dat is erg voor u, maar... Zeg, het leven gaat toch voort? En de ploeg heeft u nog... Begin niet te zagen over de ploeg. Bepaalde de ploeg heeft voor mij gedaan. Sluis, finito. Handelen en uit. Ja, maar Maurice... Dat kan u toch geen reden zijn om te stoppen met de ploeg? Ah, nee? Hé. Hey. Iedere keer als ik Maurice en Pascal samen zie, hè? Dat is een steken, papal. Recht in mijn hart, hè? Ik heb gedecideerd, papa. Ik ga het café en het veld verkopen. Dat kunt je niet doen. Dat kan ik wel. Dat is de enige manier om Pascal en Maurice niet meer te moeten zien. Oh. Ik ben kapot. Maar je mag niet stoppen met de kampioen. Dat mag ik wel. Zolang zijn koppen zijn, hè. En er geen kampioen meer. Oh. Papa, ik wil met Pascal. Kom, voorzitter. Zeg, hey, kom nu. Ik kan daar toch ook niks aan doen? Ik ook niet. Dus het is zo, papa. Van Maurice weg. Of kampioenen weg. Maurice, je doet mij wat aan, hè. Ha, wie zegt het? Kies, lekker beginnen, papa. Voilà, Mark. Ja. Oké, en nu kan Bieke niet zien dat jij je trouwring kwijt bent. Voilà, goed? Ja. Oké. Oké. Oei, maar wat moet ik haar zeggen als ze vraagt wat ik aan de hand heb? Verzin iets. Zeg dat je me... Hey. Hey. Oei, schatje. Wat heb je aan je hand? Verstuikt. Verbrand. Ja, wat is nu eigenlijk? Mark heeft eerst zijn hand verbrand en dan verstuikt. Zo is het gegaan, hè, Mark? Ik denk het wel, ja. Ja, ja, een ongeluk komt nooit alleen. Laat me eens kijken. Nee, dat is niet nodig. Ik heb Mark al verzorgd. Zo, hè? Ja. Dan ben ik nu weg. Hè? Oké. Ja, Bieke. Dan Mark. Ja, dag Xavier. Hé, hey, weer een euro. Ja, oh, ik heb hem. Ik heb hem. When Jesus was born, oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Joortje, moet dat nu echt zo dat je jodel van 's morgens vroeg? Probeer gewoon een beetje in de stemming te komen voor vanavond, mag het, ja? Vanavond? Wat is er dan? Je gaat mij niet zeggen dat je dat vergeten bent, hè, Paul? Oh, nee, oh, natuurlijk, nee, dat ben ik niet vergeten. Ah. Zeg, wat denk jij wel? Zeg, ik dacht al, hè? Oh. Wij gaan ons echt amuseren. Oh, happy day. Ja, maar Doortje, wat is er feitelijk vanavond? Ja, je zit het toch vergeten, maar hoe is dat nu toch mogelijk? Paul, wij gaan naar het optreden van de American Gospel Singers. Ah, ja, natuurlijk. Ja. Hoe heb ik dat kunnen vergeten? Hey, jij hebt toch niks anders gepland voor vanavond, hè? Nee. Ah. Spijtig genoeg niet. Oh, ik zie er echt al zo naar uit. Ik kan nu werken, maar tot straks, hè? Ja. Oh, een gospelconcert, zeg. Halleluja. Paul, ja, Doortje heeft me binnengelaten. Oh, ja. Ja, jij komt naar ons fornuis kijken. Ja. Ja, je kent de weg, hè, Maurice? Allee. Maurice,
Hé, hey, Maurice. Het is ons fornuis, hè? Oh, excuseer. Ja. Het is de oven, zeker, hè? Ja. Maurice, je bent er precies niet goed bij. Hm? Och, het is Pascal, hè. Pascal? Toch geen ruzie? Nee, maar dat kan er nog van komen. Dat is interessant. Nee, ik bedoel, dus je wilt er dan met mij eens over praten? Mijn moeder wil overal naartoe. Mm-hmm. Naar haar zus in Brugge, naar toneel, ja. Naar de parochiefeesten. En jij moet dan altijd meegaan? Ah ja, maar allee. Vanavond kan mijn afspraak met Pascal gelukkig toch doorgaan. Hij heeft het niet veel gescheeld. Ah, zo. Wat was er dan? Mijn moeder wou naar een optreden van die American Gospel Singers. Gelukkig is dat uitverkocht. Ah, zo. En Pascal die zou het zeker niet appreciëren als je er nog eens een avond in de steek zou laten. Oh, het zou definitief gedaan zijn. Bon, ik kom straks terug. Ik ga eerst naar de winkel om zo'n wisselstuk. Ah, dat is goed, Maurice. Ja, tot ziens. Jo. Ik denk dat ik hiermee iemand een groot plezier ga doen. Hey, nog een euro. Hey, ik ga vandaag niet veel dorst moeten leiden. Hè. Zouden er nog liggen? Saviet, is wel de bedoeling dat je mijn ring vindt. Hè? Ja. Hé, hey, zeg, wat is het? Dat je vijs aan het zoeken? Ha. Nee, met een trouwring. Het is niet waar. Man. Oh, wat een miserie. Zeg, Mark en Bieke, ik kan daar niet mee lachen, zeker? Die weet van niks. En dat willen we zo houden. Ja, ik ga Markske toch niks lappen, zeker, hè? Zo'n brave jongen. Mark, dat is hier onbegonnen werk. We gaan die ring nooit vinden. Het moet, Xavier. Denk aan mijn chocomelk. Sorry, Mark, maar ik moet nu naar huis. Huh? Ja, misschien kun je best ineens een nieuwe ring gaan kopen. Een nieuwe? Die weet zeker niet wat dat kost. Dat kost scherpe. Zeg, Mark. En als ik nu die trouwring van u eens zou namaken? Kun je dat? Mooi, jongen, toch. Wat ik al allemaal heb nagemaakt. Paspoorten, nummerplaten, de Mona Lisa. Zeg, en voor u? Dat twee keer niks, hè? Ja? Maar ja, als jij mij zegt hoe dat die trouwring eruit zag, hè, dan maak ik die zodanig na dat zelfs Bieke het verschil niet zal zien. Oké, dan. Ja, hoe zag je maar uit? Hij was rond. Ja, maar ik moet wel uw trouwdatum weten. Hè? Ik moet die daarin graveren. Ah, ja. 26 februari 2005. Ik ga daar direct aan beginnen en voor 300 euro zet jij uit de miserie. 300 euro? Maar meneer Fernand, zoveel geld heb ik niet. Dat is dan spijtig, hè, Markske. Zeg, dat gaat Bieke niet tof vinden, hè? Allee, denk eens gewoon na. Je kunt dat geld toch vinden? Je kunt dat geld toch pikken? Mark, je kunt dat geld toch lenen? Voilà, goed nagedacht, Markske. Proficiat. Dank u. Oh, Maurice, wat is er? Het zit me tot hier, verstaat je? Tot hier! Wat? Het is alsof de duivel ermee gemoeid is. Ik heb u verteld over mijn moeder die naar dat koor wou vanavond, hè? Ja. Maar dat ging toch niet door? Omdat ze geen kaarten had, hè? Ze heeft er wel. Hoe? Een of andere paljas is aan de deur geweest met de laatste tickets. Het is niet waar. Ja, en nu wil ze met u zeker naar het optreden. Wat had je gedacht? Ja, dat is natuurlijk niet plezant voor u, Maurice, maar ik kan daar niet aan doen, hè. Dat zeg ik ook niet. Maar wie kan dat Pascal weer gaan uitleggen, hè? Ja, maar hey, Pascal zal dat wel begrijpen, hè. Ik heb haar beloofd dat we vanavond zouden gaan eten. Ja, gaan eten, dat kun je nog altijd, Maurice, maar die gospelzingers zijn maar één keer in het land, hè. Ik weet niet of Pascal daar ook zo over gaat. Maar Pascal hoeft dat ook niet te weten, zeg. Nee? Zeg haar dat je naar een vergadering moet vanavond. Met een burgemeester. Daar kan ze niks op zeggen, hè. Ik wil niet liegen tegen Pascal. Ja, maar je wil daar toch ook niet verliezen?
als ik die plezante, die haar die kaarten verkocht heeft, in mijn hand krijg, dan... Carmen, zegt jij nu eens uw gedacht. Hé, wat denkt je? Dit? Te veel bloemen. Of dit? Te weinig bloemen, hè? Ja, ja. Dat dan. Dat is iets tussenin. Hé? Oh. Jij staat toch niet meer roze? Oh. Zeg, van u krijg ik ook veel hulp, hè? Ik kan toch niet naar dat chic restaurant helemaal in mijn blote? Nee. Daar zitten mensen te eten, hè? Zeg, maar voor zo'n gelegenheid had het toch ook wel eens naar de coiffeur kunnen gaan, hè? Maar ik ben naar de coiffeur geweest, zeg. Ik heb zelfs een schoonheidsmasker laten aanbrengen. Ja, in dat geval, zorg dan maar dat je iets deftig vindt om aan te trekken, hè. Oh, Maurice. Maar jij bent te vroeg. Ik ben nog niet klaar. Pascal, ik... Welk ensembletje vind jij het mooist? Dit of dit? Pascal, hè? Ja, ik... Maurice zegt ook eens uw gedachte. Ja. Dat trekt toch op niks, hè? Genoeg! Pascal, ik moet u iets vervelends zeggen. Zeg dat niet waar is, hè? Nee, 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 nee. Het is niet mijn moeder. Nee? Wie dan wel? De burgemeester. Nu wil die vanavond een vergadering met het voltallige gemeentepersoneel. Zomaar ineens. Die vindt niet dat hij dat vooraf moet plannen. Ik kan er echt niks aan doen. Sorry. Allee. Daar gaat mijn tweede gezellige avond. Ja, trek het u niet aan, Pascalke. Gaat toch niks om aan te doen, hè? Ja, Mark, ik kan u echt niet helpen. Nee, het is het einde van de maand. Straks moet ik zelf nog gaan leren voor mijn dagschotels. Oeh, maar Carmen heeft toch veel geld gekregen van de frituur? Ja, maar dat geld staat op haar naam, hè. Zeg, maar waarom vraag je het eens niet aan de voorzitter? Nee, Xavier. Nee, hoe minder mensen ervan weten, hoe beter. Dan zul je een job moeten vinden. Hier, ze. Ik zal je helpen zoeken. Ja? Allee. Verplegers. Nee. Boekhouders. Nee. Hier, is dat niks voor mij? Ja. Welgestelde dame zoekt leuke heer om voor haar poesje te zorgen. Mooie verdiensten. Allee, Mark. Xavier, als kind heb ik nog een poesje gehad. Ja, ja, ja. Ik weet dus hoe je ervoor moet zorgen. Ja, ja, Mark. Maar dat poesje, daar zou ik maar afblijven. Spijtig. Hier. Avondwerk, goede bijverdiensten. Avond? Nee, Bieke gaat dat niet tof vinden als ik zelfs niet thuis ben. En daarbij, ze mag niet weten waar ik achter haar rug mee bezig ben, hè. Ja. Ah? Ja, ja. Hey. Waarom is dat tot op zo'n... we zijn aan het babbelen, zo mannen onder elkaar. Ja. Hey, over koetjes en kalfjes. En over poesjes? Sorry, maar ik moet direct weg. Kom gewoon even die map halen. Zo. Oh, mijn agenda die staat echt overvol. Hey. Ah, Mark. Ja? Morgenavond heb ik afgesproken met mijn vriendin, oké? Dat is niet erg, hè, Mark? Nee, nee, nee. Bieke, zorg maar dat uw werk in orde komt. Ik red mij wel. Gewoon. Maar jij bent toch een lieve? Allee, dag, hè? Ja, ja. Dag. Voorzitter, het komt in orde, hè? Wat komt er in orde? Wat je gevraagd hebt? Ja, ik moest er toch voor zorgen dat Maurice en Pascal uit elkaar zouden gaan. Ben je dacht? Heb je dat gedaan? Hoe heb je dat geflikt, hè? Ja, dat is nu niet zo belangrijk. Maar zeg, het enige wat jij nu nog moet doen, hè, dat is vanavond in het café een pint gaan pakken met een burgemeester. Waarom met een burgemeester? We moeten vertrekken, kom aan. Doe nu maar gewoon wat ik zeg, ja? Voilà. Hey, kom aan. Ja, er was niemand aan de telefoons. Ik was de oren aan het opblinken. Nee, zeg, kom, zijn je nu bijna klaar? Ja, ja, want je weet ja, ja, dat ik niet graag te laat kom, hè? Oh. Hey, hoe kan dat nu? Huh? Maar ik had die kaarten hier toch ondergelegd? Zeg nu niet dat je die kaarten zijn kwijtgespeeld, hè?
Nee. Allee. Nee, nee, ik ben er zeker van dat ik ze onder de telefoon had gelegd. Ja, ik... Maar... Kom, Waar zijn die dan? Ja. En heb jij ze niet in uw handen gehad? Ik zal het weer gedaan hebben, of wat? Zeg, ik heb die kaarten met geen vinger aangeraakt, hè? Echt? Allee, kom maar... Kom op, zeg. Maar... Allee. Zeg, maar nee. Ja. Zie, nee, nee, daar liggen ze ook niet, zie. Maar zonder kaarten kunnen wij daar niet binnen geraken, hè? Hé, hey, dat weet ik ook wel, zeg. Heel mijn avond is nu verpest. Oh, sorry, Paul, maar ik kan er echt niks aan doen. Ik weet het ook niet, maar... Allee, shh, kom, Doortje, niet kom. Hé. Hey. Oh. Nog een geluk dat ik geen kwaaien ben, hè. Hm? Oh, Altrud van de gospelgedoe. Was het zo slecht? Maar nee, we zijn er niet eens geraakt. Allee. Iemand had de kaarten verloren gedaan. Ja. Ik weet het nu ondertussen al wel, hè. Ik heb dat ook niet expres gedaan, hè. Nee, nee, nee. Maar nu missen we wel een grandioos optreden, hè. En wel... Als het een troost kan zijn, mijn afspraak met Maurice is weer al in het water gevallen. Oh, dan kijkt een keer een mens naar iets uit en... Weet je wat? Drinkt een pint in een teken van het huis. Hè? Oh. Een kwestie van het leed wat te verzachten. Ja. Krijg ik dan ook eentje van het huis voor mijn leed? Jij leed. En wat is dat dan? Uw leed zit daar aan de tafel, krijg ze mee. Ja, op uw gemakje, schoolmeesterke. Oh. Oh. Zwijg door de boot. Goedenavond. Ja. Ah. Oh. Ik ben geen San Severia, zeg. Pascalke, mijn berg. En voor mijn beste vriend, de burgemeester. Een kippensoepeke. Een kippensoepeke. Een kippensoepeke. Oh, een kippensoepeke. Ja, direct. Moet u niet in het gemeentehuis zijn op een vergadering, burgemeester? Welke vergadering? Van het gemeentepersoneel. Weet ik van geen vergadering? Ja, Pascal, ik wil mij daar nu niet mee moeien, hè. Maar ik denk dat Maurice u een dikke blaas heeft wijsgemaakt. Wat is dat hier allemaal? Ja, Maurice heeft Pascal wijsgemaakt dat hem naar een vergadering moest. Ja, bij de burgemeester. Maurice. Maurice heeft nog nooit gelogen tegen mij. Ja, voor alles moet er een eerste keer zijn. Ja, Maurice. Nu snap ik het. Wat snapte jij? Dat mag ik niet zeggen. Nee, ik heb Maurice beloofd dat ik zou zwijgen. Als jij meer weet, dan wil ik dat je dat nu zegt. En dan ruzie hebben met Maurice zeker. Of met mij, je kunt kiezen. Maurice is vandaag bij mij geweest. En hij heeft gezegd dat hij vanavond met zijn moeder op stap ging. Zie je? Weer al. De nijbelijke duiker. Ik heb niks gezegd, hè. De hoeveelste keer is dat nu al? Altijd die moeder, hè. Maar nu heb ik er echt genoeg van. Ik geloof dat er iemand is die mij nu nodig heeft. Ja. Laat mij gerust! Ik heb begrip voor haar reactie. Amai, meneer Fernand, hij is echt heel gelijk. Ja, maar ik heb dan ook op alle details gelet. Hè. Ja. Zie maar. Ja. Dus je hebt daar de trouwdatum, ja. Hè, en dan de namen. Hè. Ja. Ah, ik heb zelfs mijn naam verkeerd geschreven. Oeh. Ja, zoals bij de echte. Wat? Ja, in mijn trouwring staat Mark toch met een K, terwijl het met een C moet zijn. Natuurlijk, hè. Ja, maar jij hebt hem dan ook laten aanmaken door een echte vakman, hè, Mark. Ja. Zo zeg, dat is dan €300, hè. Ja, maar ik heb dat geld wel nog niet. Ja, maar dan kan ik die ring niet meegeven. Ik zal hem nog wat bewaren in mijn kluis, hè. Zo zeg. Dat is dan €350, hè?
Oh, in dat juist zei je dat het... Ja, ik weet het, maar ik ben de inbewaringsonkostenvergoeding vergeten, ziet je dus. Je zegt de interest toch niet vergeten te rekenen? De interest? Oh, goed dat je het zegt. Ja. Ja, dat is dan 400 euro. Alles inbegrepen, hè. 400. Jij hebt nog geluk dat ik zo'n eerlijke jongen ben, hè. Ja. Allee, bedankt me even dan. Man. Koek. Alsjeblieft. Schone bloemetje. Voor de schoonste bloem van heel de wereld. Zijt je daar nu weer? Ik ben bezocht op u. Heb je al gegeten, mijn zoete beest? Ik krijg geen beet binnen. Ja, maar je moet eten, hè? Wat is dat nu? Kom. Balthazar zal u hier direct een keer gaan een boken prepareren. Balthazar, dat hoeft nu, hè? Niet tegenpruttelen, hè? Voilà. De bobo van Boba. Soms kun jij wel best lief zijn. Hè? Ja, Pascalke. Ik zou nog veel liever kunnen zijn, hè? Pascal, wat? Wie we daar hebben? Het miserabel moustache? Kunt jij hier nog laten zien, kameraad? Balthazar. Hoe was het op de vergadering gisteravond? Ja, heb je goed vergaderd met de burgemeester? Oh, dat viel wel mee. Oh, gevuil liegebeest. Want toevalliger is mijn beste vriend de burgemeester bij mij gisteravond een pint komen pakken in het café. En jij nu? Sorry, Pascal. Ik wou u echt niet kwetsen. Mijn gedacht. Waarom doet je het dan? Zie deze vrouw hier zitten? Gebroken. Bedrogen. In de steek gelaten. Een wrak. En dat is allemaal uw schuld. Boris de Mooipratige. Mijn moeder wou weer op stap, maar het is echt de laatste keer geweest, Pascal. Ik zie u echt graag. Dat wil ik wel geloven, Maurice, maar ik voel het niet. Ze voelt het niet, kameraad. Ze voelt het niet. Jij beliegt mij. Uw moeder weet nog altijd niet dat we samen zijn. Je hebt haar zelfs nog niet voorgesteld. En 's nachts blijf je nooit eens niet bij me. Ik beloof dat ik zal veranderen. Ik zeg altijd... Je hebt al genoeg gezegd. Ga terug naar uw moeke, vis aboeba. Voilà, die zien we hier niet meer. En van u af aan ga ik u diep gelukkig maken. Wat zeg je daarvan? En zeer eenvoudig demonteerbaar. Nu, dames en heren, uiteraard kent u ook onze handige opbergdoosjes in verschillende trendy kleuren en formaten. Zeer praktisch voor... al onze dozen sluiten trouwens hermetisch af, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor het bewaren van bijvoorbeeld steenkaas. Goed. Nieuw in ons assortiment zijn ook de keukenmessen en uiteraard de bakvormen. Soepel en daardoor zeer handig voor bijvoorbeeld het vervaardigen van pizza. Excuseer. Dames en heren, dan wil ik u ook nog graag wijzen op de multifunctionaliteit van sommige van onze producten. Neem nu bijvoorbeeld deze slazwierder. Hier. Zeer, zeer handig voor het wassen en drogen van sla, maar hij kan nog veel meer. Bijvoorbeeld, uw wasmachine is kapot en u moet dringend sokken wassen. Geen probleem, u neemt de vuile sok. U stopt ze in de slazwierder. Warm water erbij. Oei. Zo. En
een weinig van uw gebruikelijke waspoeder. Zo. We sluiten het apparaat en in enkele vlotte draaibewegingen wassen we en drogen we de sok. Voilà. Tadaa. Oh, dat zal de laatste hoor zijn. Hey, sorry dat ik te laat ben. Mark? Wieke? Jullie kennen elkaar. Mark is mijn man. Oh. Wat doet jij hier? Zeg, Bieke, weet jij dat jij een fantastische man hebt? Die geeft zelfs demonstraties om de nieuwe trouwring te kunnen kopen. Ja. Bieke, kent u onze nieuwe kaasschaap? Waarom moet jij een nieuwe trouwring kopen? Het unieke aan dit artikel is dat... Mark! Bieke, omdat ik de mijne kwijt ben... Maar schat ik het toch. Maar het is al opgelost, hè, Wieke. Fernand heeft er al een nieuwe gemaakt. Voor een goede prijs. Fernand, Mark toch. Ja, je gaat het verschil niet zien. Hij heeft er zelfs Mark met een K ingegraveerd. Juist zoals bij de echten. En hoe weet Fernand dat Mark met een K is? Ja. Oh! Fernand, ja? Bedankt om Mark zijn ring zo goed te bewaren. Oh. God, zeg dat niet waar is, hè. Dieven! Geef die ring terug! Ho, ho, ho! Miserie. Bonjour, Telebond. Zachtje. Toch een beetje eraan. Nu weet ik weer wat ik de laatste weken zo gemist heb. Ons Pascalke, eerste. Dat is het zonnetje in mijn leven, hè. Ik vind dat toch maar een waterzonnetje. Dat moet allemaal een beetje zijn tijd hebben. Hè, mijn zoete beest, wat denk je? Gaan wij dineren bij César Paul? Ik weet het niet, Balthazar. Ja, alleen maar dineren, hè. En ik kan... En ik zal mij gedragen, hè. Zeg, alleen Pascal, hij zal zich gedragen. Oh, moet u eens niet? Och, waarom ook niet? Ah. Dat zal mijn gedachten misschien wat verzetten. Maar ja, dat zal uw gedachten wat verzetten, hè. Ja, anders zit hier toch maar weg te kwijnen. Al, hè? Goedenavond, iedereen. Zet de gedachte nu weer? Maar je hebt hier toch niks meer te zoeken? Pascalke. Om te bewijzen dat ik u graag zie, wil ik u aan iemand voorstellen.
Ja, dat is het. Pascal. Mijn moeder. Mama, dat is nu mijn Pascalleke. Hey, was uw Pascalleke mijn gedacht? Balthazar, alstublieft. Mijn Maurice. Heeft u dus eindelijk iemand leren kennen? Mevrouw de Prater? Pardon, uw Maurice en Pascalleke zijn uiteen. Meneer, alstublieft. Ik zeg altijd, als ik spreek, zwijgt een ander. Oh, nu weten we direct waar Maurice zijn mosterd haalde. Pascalleke, wilt je me nog één kans geven, alstublieft? Sorry, man. Ik moet... Tom. Meneer, wat een toeval. Kennen jullie elkaar? Maar, helemaal niet. Mais enfin. Meneer was gisteren bij mij aan de deur, met kaarten, voor dat gospelconcert. Oh, wat lief. Paul? Ja, meneer kon zelf niet gaan. Oh, zijde jij niet verlegen, jij? Dus door uw schuld heb ik nu ruzie met Pascal. Oh. Ja, maar ik kon echt niet anders, hoor. De voorzitter die wou stoppen met de kampioenen. Ja, en Pascal wou uw café verkopen, hè. Ja, als ik u en Pascal niet uit elkaar zou halen. Oh. Is dat waar, Balthazar? Ik heb dat misschien gezegd, ja, maar ik was zat, hè. Jij lelijke saucissendraaier. Wow. Jij, hè, Paul de Dremmer, jij bent nog slechter dan uw onkel Dimitri, jij. Op zich zal het gaan, ja. Dat zou je van mij eens moeten proberen, zeg. Je moet mij ook een keer verstaan, hè. Ik was schadeloos, hè. Ja, ik zie u ook nog graag. Oh. Wel, Balthazar. Buiten! Wat? Je moet... Je mocht er dus zeker van zijn, hè. Dat verhaal hier, dat krijgt nog een staartje, hè. Wij gaan volgende maand naar Parijs, naar dat gospelconcert. Parijs? Ja. Ik weet niet wat dat kost, zeker? Dan had je dat maar eerder moeten weten. Eigen schuld, dikke bult. Moet je vragen. Maurice. Amai. Via. Pascalleke. Ik beloof dat je vanaf nu op de eerste plaats komt. En morgen gaan we samen... Ja, Maurice. 33, nummer 33. 49, nummer 49. 9, nummer 9. 35. Nummer 35. 19. Nummer 19.